Veel sneller dan de boot in de zomer zorgt de ijsflat in de winter voor de verbinding tussen het vasteland en het eiland Marken. In de afgelopen weken bestond er zelfs een vrij geregelde dienst tussen Monnikendam en het eiland. Al direct na het vertrek uit de haven glijdt de vlet met grote snelheid over het spiegelgladde oppervlak van de Gouwzee. Het is niet druk op de route. Binnen een half uur komt het eiland in zicht. Die verbinding, zoals gezegd, was goed tot de dooi inviel. Toen werd alles anders. In de eerste plaats raakte Marken geïsoleerd doordat over het zwakke ijs geen vervoer meer mogelijk was. Bovendien begon het ijs te kruien. De stevige westenwind dreef de schotsen op en over elkaar tegen de dijk tot vlak voor de huisjes. Enkele steigers werden kapotgedrukt. Het isolement had het gevaar dat Marken bij een eventuele griepepidemie van voldoende hulp verstoken zou zijn. Dr. Pateloup, de geneesheer van het eiland, besloot daarom de bevolking op te roepen zich te laten inenten. En in grote getalen gaf men aan deze oproep gehoor. Nog nooit was het op het spreekuur van Dr. Pateloup zo druk geweest. Eén voor één kwamen honderden inwoners van het eiland van 12 jaar af hun prik halen. Inmiddels heeft de dooi echter zo krachtig doorgezet dat Marken al uit zijn isolement werd verlost.